Binnen de 2 uur een virtuele bom vinden en ontmantelen, dat is het doel van Expeditie Explosief. Dit spel is gratis beschikbaar voor de smartphone. En de bedoeling is natuurlijk dat je een hele fijne namiddag beleeft met het hele gezin langs de antitankgracht in Braschaat. De antitankgracht in Braschaat herinnert niet alleen aan de Tweede Wereldoorlog. Het is ondertussen een mooi stukje natuurgebied. En om dat beter te leren kennen, kan je een cool spel spelen. Twee families haalden voor ons een tablet uit de kast en trekken op Expeditie Explosief. Hebben we contact? Ja? Oké. Ik heb een missie voor jou. Hier vlakbij staat een bom op ontploffen. En we hebben maar 2 uur om ze onschadelijk te maken. Een goede geheimagent heeft ook een foto nodig voor in zijn dossier. Jurko en zijn dochters Chloe en Elise wonen in de streek en kennen de antitankgracht. Jurko is beroepsmilitair en komt hier vaak joggen met zijn collega's. Zakken, joh. Zakken. Mark en Ils trekken graag op avontuur met hun kinderen Warre, Lin en Sis. Ze hadden nog nooit van de antitankgracht gehoord en zien vandaag hun kans om dit gebied te ontdekken. Ja, oké. Ja, kom aan, mannen. Okay, we beginnen eraan. We moeten nu naar daar. Zijn we weg? Ja. Kom aan, hop. Ga met je rug naar de waterloop staan en volg gedurende 120 meter het kompas op 290 graden. Trek maar, goede pijl in de richting houden. Hè. En getalken moet altijd op 290 blijven staan. Kom aan. Het is eigenlijk echt een computerspel, maar je moet er actief voor zijn. Je moet gaan stappen, je moet gaan bewegen, je moet gaan lopen, je moet gaan nadenken in de open lucht. En dat is eigenlijk wel heel leuk. Pas op voor die stukken! Over bosjes en door bosjes en over takken springen. Hoi, Fetje! Wat ben je aan het doen? Zeg! Daardoor is een t-shirt gescheurd. Hè. En eigenlijk had ik gewoon de weg opzij kunnen nemen. Ja. Dat was heel simpel geweest eigenlijk. En? Ja. Ja? Ah ja. Je hebt het tankkanaal. Weet je, vroeger was dat hier niet. Hè? Dan hebben ze hier allemaal gegraven. Juist voor een Tweede Wereldoorlog. Er waren allemaal forten rond Antwerpen. En ze hebben die forten verbonden. Mijn antitankkanaal voor de tanks tegen te houden. De fortengordel rond Antwerpen was al van de jaren 1900 gebouwd. En uiteindelijk alles evolueert. En voor de tanks tegen te houden was dat niet meer voldoende. En dan heeft men de buitenste fortengordel volledig omringd met een antitankkanaal. Oh, mijn vijver. Hé, dat is die dingen. Dat is de gracht. Is dat die antitankgracht? Staat dat daar niet op? Nee. Zou dat dan eens zijn? Dat weet ik niet. Ik had helemaal geen idee wat de antitankkracht ging zijn. Ik dacht nu wel dat dat een water ging zijn, maar ik had eerder gedacht aan een vaart of een kanaal. Alleen moet ik wat voortdoen. Ik had verwacht dat dat veel dieper en groter zou zijn. Breder ook. Ja. En dat daar haaien zaten, nee. Dat had ik verwacht. Oh, ja, haaien. Dat gaat je niet vinden, hè. Ja, hier moeten we iets van maken, hè? Welke kleur zou dat kunnen zijn? Zou dat misschien de letters kunnen zijn? De vijfde letter. Dus het voordeel is dat er veel afwisseling in zit. Soms moet je gewoon een foto nemen. Andere keer ben je bezig op de iPad. Moet zoeken naar antwoorden, een raadseltje dat er is. Dus altijd wel wat afwisseling. Je hebt de bom bereikt als het paarse bootje in het middelpunt van de cirkel verschijnt. Nu moeten we denken naar daar. We komen dichter en dichter bij de bom. Ja? En we moesten de bom onschadelijk maken met zo'n kleurtjes kapot te knippen. Rood? Rode. Ja, rode. Dat is wel spannend, want dan is dat dan op tijd en moet je zien als je dat gaat. Ik denk dat de juiste kleuren zijn. Yes! Ja! Yes! Yeah! Yeah! Goed! Goed! Yeah! Yeah! We hebben de bom onschadelijk gemaakt en nu hebben we Braschaat gered, hè? Ja, en dat was dapper eigenlijk. Heb je zelf een smartphone of tablet, rep je dan naar Domein de Mik in Braschaat voor een echte Expeditie Explosief. Meer info vind je op onze website.